38 leerlingen van het 8e leerjaar van de OS Gramang Akontu Felanti School te Dritabiki en hun begeleiders waren de afgelopen week voor educatieve dagtochten in Paramaribo. De leerlingen hebben een bezoek gebracht aan het Museum van het Nationaal Leger, de studentencampus, Rudisa en de brandweer. In de Mimrebuku-kazerne werden de leerlingen door het staatshoofd Desiree Bouterse toegesproken tijdens de museumnacht. Maar je brengt ze toch zeker om te kijken naar een van onze trots. De campus van de universiteitsstudenten. Zodat ze daar terecht moeten komen vanaf nu. Is dat niet op programma? Nee, niet op programma. Dan moet je het nu erop zetten. Bij de studentencampus kregen de leerlingen een rondleiding van de directeur van de studentencampus, Emmanuel Scheek.